Bismillahirrahmanirrahim. De profeet zei over de heilige Koran: Khiyarukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ghayruh. De besten onder jullie is wie de Koran leert en het onderwijst aan een ander. De profeet geeft duidelijk aan dat de Koran bestaat uit een tekst en een innerlijk. En dat als wij daadwerkelijk volgers zijn van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dan speelt de Koran een zeer belangrijke rol. Zoals hij ook tegen Ali zei: Ya Ali, iqra al-Quran fi kulli hal. O Ali, lees de Koran in elke situatie waar je in verkeert. In elke situatie, de Koran is dat wat je moet reciteren. Het is belangrijk om de Koran te leren en te begrijpen. En vervolgens deze te laten leren aan een ander. Want alleen een wijdverspreide kennis van de Koran zorgt ervoor dat de gemeenschap sterk wordt in haar geloof en sterk wordt in haar leven.